Yo, Nintendo fans! Ben jij een Nintendo fan? Kijk dan gezellig mee met deze Mario Galaxy video. En ben je een nog grotere fan? Druk dan ook even op dat abonneerknopje. En ben je een nog grotere fan? Hou je mond! Oké, rustig. Ga maar gewoon een lekker video kijken, jongens, en doe even een duimpje omhoog. Kijk, ik heb een mailberichtje van deze toad. Hallo, ik heb een briefie van Luigi. En hij heeft weer een sterretje. Maar hij weet niet waar hij is. Ik weet ook niet waar het is. We gaan gewoon door naar het volgende level. In de Gusty Garden Galaxy. Wat is tot nu toe jullie favoriete baas geweest, jongens? Welke vonden jullie het vetst? Dit is in ieder geval de Dirty Tricks van Major Burrows. Van burgemeester Burrows. Die zit allemaal trucjes uit te halen. Nou ben ik benieuwd wie burgemeester Burrows is. Volgens mij zit hij daar onder de grond. Want dat is volgens mij wat de dubbele laag is in de naam Burrows begraven. Burgemeester begraven. Ja hoor. Dat denk ik wel. Let's go, nieuw leveltje. Oké, waar moet ik naartoe? Oké, we gaan daar naartoe. Hoppakee, hoger. Nice, muntje te pakken. Nog hoger, nog een muntje te pakken. Lekker. Hé, en hier is weer een konijntie. Ja, dit weet ik allemaal al. Dit is oud nieuws. Woehoe, daar gaan we weer. Muntje, oh, maar ik kan dit maar 3 keer doen volgens mij. Ik kan volgens mij maar 3 keer zo omhoog. Ik hoop dat ik dit haal. Misschien haal ik het net niet. Misschien haal ik het net niet. Misschien haal ik het net. Ik haal het wel. Ik haal het zelfs makkelijk. Easy. Boom. Yo, ben jij Burrows? Lekker. Dus zo verslaan we die mollen. Nice. En door. Oké, hier is weer zo'n gast. Waar is die? Waar is die? Daar is die. Woehoe. Lekker. Mazzel. Die mollen die hebben eigenlijk ons niks misdaan. Het voelt niet goed om die mollen te killen, jongens. Ik vind het niet helemaal chill. Ik vind het eigenlijk een beetje zielig voor die mollen. Wie is de mol? Wie denken jullie dat de mol is, trouwens? We zijn nu best wel wat afleveringen verder. Wie zou nou de mol zijn, jongens? Op het moment van opname zit Nicky er nog in. En Ron zit er nog in. En Ellie zit er nog in. Wie zou nou de mol zijn, hè? Zou het Peggy zijn? Zou het toch Nicky zijn? Als het Nicky is, zou het vet zijn, jongens. Gewoon een YouTuber die de mol mag zijn. Dat zou echt super tof zijn. Molly! Hoppakee. Mazzel! Woehee! En door. Wow. Oké, nu moeten we even uitkijken voor die stekels overal, denk ik. Ho. Ik had me daar blijkbaar vast kunnen klampen misschien wel. Maar ja, heb ik niet gedaan. Dus dat is niet zo handig. Wat nice. Oké, dan gaan we gewoon even over die rups heen lopen. Hoppakee. En dan hoppa. We gebruiken gewoon die rups. We misbruiken deze rups, jongens. Het is niet oké. Het is niet oké om rupsen te gebruiken in dit universum, jongens. En nu dan? Hoppa. Oh, daar pakken we alleen even starbits mee. Ik heb wel weer een leven, dus dat is top. Wat moeten we hier doen? Moeten we hier op al deze dingen stampen, denk ik. Dit lijkt trouwens een verrotte appel. Deze appel zag er aan de onderkant even niet zo goed uit, jongens. Oké, go. Bedankt, Rupsie. Hoppa. Beam. Oh, we zijn bijna bij planeet Burrows. Daarboven moeten we naartoe. Kunnen we gewoon in 1 keer doorschieten? Oh, wacht even. Paddenstoel. Paddenstoel. Oh. Rustig. Kijk, hoppakee. Ja, jongens. De volgende baas is weer een feit. En ik ben benieuwd of dit een leuke baas is. Want, oh, ik kan gelijk stampen misschien. Is het een blue shell? Hij heeft een blue shell op zijn hoofd en hij wil die konijn opeten. Nee, dat ga jij niet doen, vriend. Niet doen. Niet doen, zeg ik toch. Hallo? Hallo? Ik zeg toch niet doen? Hallo? Hallo? Wil je dit even niet... Oh, kijk, we hebben hem. We hebben hem. En nu, hoppakee. Ik denk dat we hem nu echt boos maken, jongens. Ah! Waar is die? Waar is die? Wat doet die? Oh, daar is die. Pak hem. Oh, juist. Ik dacht dus dat dat wel zou lukken, maar dat lukt dus mooi weer niet. Oké, even... Nu zo? Ja? Goed. Oké, en nog een keer. Ja, lekker. Pak hem. Met zijn blauwe bakkes. Oh, nu heeft hij een rode bakkes. Oh crap. Nu wordt hij echt gevaarlijk, denk ik. Ah, waar is hij? Hij is achter me. Oh, nee. Doe dit nou niet. Oké, ik moet nu... Ja, timing. Oké, nog een keer. Kom op, nog een keer. Ik zie hem niet meer. Hey, hou eens op, zeg ik toch. Oh, ik moet nu echt een muntje gaan pakken. Ik moet nu echt heel hard een muntje gaan pakken. Anders ben ik de Sjaak. Hier, muntje. Go!
Nice! Lekker! Oh, hij gaat weer weg! Hij gaat weg! Niet doen! Niet doen! Oh! Liggen er hier misschien nog meer muntjes ergens? Ik heb een muntje nodig. Oh gosh. Hoe heb ik in één keer maar 4 levens? Hè? In de vorige aflevering had ik echt veel meer levens. Al mijn levens zijn opeens weg. Ga je levens weg als je de game afsluit? Als je een spel opslaat? Hé, dit vind ik niet eerlijk, jongens. Dit vind ik niet eerlijk. Ik heb opeens maar 4 levens. Dit is niet oké. Oké, pak hem. Pak hem, Mario. Kom op. Je kan het. Kom op. Kom op. Oh. Moeten we dichterbij of zo? Hoe moet ik hem eigenlijk omhoog krijgen nu? Waarom lukt het niet? Moet ik voor hem staan of zo? Moet ik via de... Oh. Oh, hij komt zelf naar boven. Oh, komt hij gewoon zelf naar boven, joh? Is dat heel de truc? En dan kan ik hem pas raken als hij boven is. Oké. Waar is hij? Waar is hij? Waar is hij? Ik zie hem niet. Ik zie hem niet. Ik zie hem nergens. Hij is achter me. Nu. Ja, kijk. Top. Pak hem. Nou, pak hem dan. Wat doe je nou, Mario? Tjongejonge. Oké, een beetje wegrennen. En dan zo. En dan pakken die handel. Pak hem. Lekker. Top. Oké, ik snap nu pas hoe die werkt. In de tweede ronde snap ik pas hoe die werkt, jongens. Waar is die? Daar. Dan komt hij er dichtbij. En dan, als die boven is, dan moeten we hem... Hoe dan? Kom op. Nu ben ik het zat. Nice. Nee! Hè? Ik snap nog steeds niet hoe deze baas werkt, blijkbaar. Hij pakt me de hele tijd. Oké, ik heb hem naar boven. Oh, hij gaat weer weg. Hij gaat weer weg. Oh, hij wordt helemaal lijp. Hij wordt helemaal lijp. Oké, kom maar naar boven dan. Kom maar nog een keer naar boven. Dan nu zo. Ja. En dan, oh, dan gaat hij weer weg. Moet ik nu nog een keer doen of zo? Oké, kom maar. Kom maar. Ja, oké. Ja, stuit de bal. Ja, top. En dan kom je nog een keer. Moet ik nu nog een keer dit doen? Juist. Ik moet het 2 keer doen. Hé? Nu is het klaar, hè? Nu is het klaar met je bakkes. Hoppakee. Ja, de bazen worden wel steeds moeilijker, jongens. De meeste lukken me wel in 1 keer, maar nu is het toch een keer niet in 1 keer gelukt. Maar oké. We hebben hem. Burgemeester Burrows met zijn stekelhelmpie. En we kunnen door naar de volgende galaxy met onze 29 sterren. En dat is de Dusty Dune Galaxy. Oftewel de stofferige duinen. Stofferig? Stoffige duinen. Ja, dit ziet er inderdaad aardig stoffig uit, jongens. Moeten we helemaal daar naar boven? Oké, dit is best wel een aardig grote planeet. Dry Bones, die zijn ook weer van de partij. Woehoe! Altijd grappig, die Dry Bones. Moet ik hierin? Ik denk het wel, hè? Dat ik hierin moet. En dan moet ik mezelf zo lanceren, blijkbaar. Ah, nu ben ik propeller, Mario. Ik vind het echt naar dat ik zo weinig levens heb. Oké, poging 2, poging 2. Kom maar. Ja, top. En gelijk in de volgende. Ja hoor, toppie. Hoppakee. We gaan even bij deze wachten. Zo, top. Nice. En dan gaan we onszelf richting die buis lanceren. Ik denk dat ik even met een tussenstopje doe. Want anders zijn we straks weer de Sjaak. Daar heb ik geen zin in. Kijk, hoppakee. Ja, ga maar. Moep, toppie. Hoppakee. Oké, hier moeten we denk ik even naar beneden knallen. Yes. Go. Hoppakee. Nice. Muntje erbij. Top. En door. Oh, wacht even. Oh. Ah. Kan jij me even schieten? Oh, ik heb helemaal geen starbits meer, joh. Hoe dan? Kan ik hier naar beneden? Ja, dan heb ik weer wat meer muntjes. En dan moet ik eigenlijk gewoon lekker hierop springen. Ja, zo, want ik denk dat dit allemaal wel iets beter is. Waarom? Oh my gosh. Ik doe precies wat je niet moet doen. Go. Nice. En door. En door. Yes. Ik wil even een leven, jongen. Geef me even een uppie of zo, joh. Hier, ik kon gewoon letterlijk zo rustig daar overheen springen. Niks aan de hand. Oké. En door, Mario. Door. Oh, wacht. Oh, wat gebeurt er? Oh, huh? Oh, nog meer stars. Oké. Lekker. Oh, huh? Oké, er gebeuren hier hele vreemde dingen. Ik moet blijkbaar gewoon hier tegenaan springen zo. En dan kan ik hier helemaal zo naar boven. Oh, daar is een uppie. Oh, wacht, dan moet ik gewoon bovenop dat blok. Ik moet hier bovenop dit blok springen. Zo. Ja. Ja, en dan hebben we Uppie erbij. Nice. Pak het muntje. Oh, nice. Vuurbloem. Vuurbloem is top. Hoppakee.
Nice! Meer, 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 meer. Pak starbits. Nice, nice. Daarachter. Yes, daarachter. Oh, oh, oh. Ik denk dat ik even een tempootje moet maken. Ja, lekker. We hadden nog veel meer starbits kunnen pakken daar. Maar oké, laten we gewoon lekker keihard doorgaan. Hoppakee, daar over dit zwarte gat heen. Langs alle cactussen. Wat is dit voor enemy, joh? Wat is dit? Wat is dit voor kip? Is het een bomkip of zo? Ik vertrouw... Ja, zie je, het is nog letterlijk een bomkip ook. Die vertrouw ik niet, jongen. Wegwezen. Opzouten met die bomkip. Oh, oké. Okay. We zijn weer beneden. En we zijn weer boven. Ik weet niet of ik dat uppie daar moet pakken, jongens. Ik denk het niet. Waarom... Ik ben nu al twee keer voor niks naar beneden gevallen. Kom op, Mario. Kom op. Kom op. Kom op. Kom op. Ga hier in dit ding. Juist. Toppie. En hoppakee. Schiet jezelf maar even naar boven. Nice. Oké, tijd voor een saltootje. Salto de andere kant op, Mario. Kijk, top. Zo, lekker. En... Nog een keer? Nee, dat lukt niet. We moeten even naar deze springen. En dan moeten we even naar deze springen. En dan door naar deze. Oké. Nou, niet vallen, Mario. Niet vallen nu. Nu moet je even alles op alles zetten, Mario. Pak dit muntje maar even. Yes. Oh, kijk, zo werkt dit. Oké, dus dit halen we niet. Maar nu moeten we hier in deze ster. En dan hoppakee. Nice. Lekker. Nu naar links. Oh, ik moet mezelf er echt in schieten. Oké, komt goed, denk ik. Komt goed. Even rustig aan. En schieten maar. Hoppa. Zo doen we dat. Beetje walljumpen. Hoppakee. Zullen we dit muntje even pakken? Waarom niet, weet je? Waarom niet? Walljumpen. Hop, hop, hop. En door. Ik denk dat we nu hier naartoe moeten. Ja. Wall sliden. Nog een uppie erbij. Oké, we zitten weer op 5 levens. Helemaal goed. En door. Oké, dit vind ik wel leuk. Het walljump en zo vind ik wel lachen op zich. Als het goed gaat tenminste. Oké, en ja, ja, ja. Oké, deze gaat omhoog. En dan kunnen we hier... Oh, ik dacht dat we dat wel zouden halen. Maar moet ik anders even deze jump doen? Juist. En door. Nice. Kijk hoe hoog we zijn, jongen. Oeh, we zijn er ook bijna. Ik heb het gevoel dat we sowieso op die blokjes moeten springen. Omdat het misschien anders niet lukt. Oh, dit valt mee. We kunnen wel gewoon hierin. Oké. Hoppakee. En nog een keer. Lekker. Pak het sterretje maar, Mario. In 3. In 2. In 1. Ja hoor. Zo, dit was echt een behoorlijk hoge toren. Ja, wel een vet level. En volgens mij... Ja, dit is ster nummer 30. En we hebben weer een nieuwe galaxy, jongens. Oh, en die is in een hele andere dome. Oké. The Hungry Luma has appeared. Oftewel, de hongerige Luma is er ook weer bij. Maar kan ik nu nog niet naar Bowser dan? Ah, nee, voor Bowser hebben we 33 sterren nodig. Hier onder de kitchen is ook een uppie. Die kunnen we ook nog even pakken. Kijk, hoppa. Nu hebben we alweer 6 levens. Ik vind dat zo oneerlijk. De vorige aflevering eindigen we echt iets met 15 levens of zo. Hier is als het goed is een nieuwe galaxy geopend. Oh, hier zijn zelfs 2 nieuwe galaxies. Wat? We hebben de Bubble Breeze Galaxy. Hey, dat klinkt vet stoer. We moeten door het giftige moeras. Oh, nee. Oh, nee. Wow. Oké. Captain Toad. What up, man? Wat doe jij hier? De wind is sterk hier. Moeten we daar doorheen gaan? Ja? Moeten we met de wind meegaan? Oké. We moeten ons met de wind mee laten voeren. Maar ik heb geen idee hoe dat zou moeten werken. Even dit bordje lezen. We moeten hierin. En dan. Oh, kijk. Dat sterretje, dat blaast. Dat blaast je een bepaalde kant op. Oh, dat is grappig. We moeten dus zorgen dat we niet tegen die spijkers aankomen. Tegen die spikes. Maar dat we wel al deze driehoekjes pakken. Oh, dit vind ik wel grappig. Oké, laten we hierin gaan. We hebben hier een muntje. En dan kunnen we onszelf hier naartoe laten blazen. Hier is het tweede ding. Ja, ga maar daar naartoe. Hier zijn superveel muntjes. Let's go. Oké, voorzichtig, voorzichtig. Niet tegen die dingen aan. Ja, pak die maar. Top. Even wat muntjes pakken nog. We kunnen wel gewoon tegen die rotsen aan, dus dat scheelt. Dan ga ik even via deze kant, denk ik. Dan zo. Kunnen we zo er langs. Oké, die muntjes daar laat ik even zitten. Oh. Ja, wacht hier. Dat ding komt hier langs. Kijk, deze bubbel komt als het goed is straks gewoon precies hier langs waar wij nu zijn. En dan kunnen we gewoon wachten. Kijk, ja, toppie. Oké, nu het laatste stukje. Oh, dan moeten we echt even hier heel goed langs. Ja, blaas, blaas, blaas. Nice.
top. We hebben ook de vijfde. En dan moeten we terug. We moeten nu naar het midden. Oké, door, 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 door. Nice, cool. En... yo, oh, ja, hier naartoe. Lekker, lekker. En dan kunnen we deze pakken. Hoppakee. Wow, kijk naar die starbits. Holy moly. Oh, ik dacht al dat ik klaar was, maar we moeten nog een heel stuk. No way. Nu moet ik het echt niet verpesten. Nu moet ik waarschijnlijk hierin, ja. Kunnen we onszelf even hier naartoe blazen. Oh, allemaal starbits erachter. Nou, helemaal top. Helemaal top. Nu hierin. En dan dit muntje pakken, denk ik. We kijken of we deze munten kunnen pakken. Ja, nice. Oh, niet uit de luchtstroom. Oh, top, 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 top. Voorzichtig. Ik ga maar gewoon rustig naar boven. Niet te veel risico nemen. Dit is wel een geinig leveltje zo. Oké, we zijn nu hier. Ja, cool, oké. Ga er maar uit, Mario. Hoppakee. Moeten we even... ik ging bijna in de swamp. Ik ging bijna in het moeras. Oké, dit zal wel op tijd gaan. Dus nu moeten we even opschieten misschien. Oké, kijken. Oh, zitten we nu vast? Oh, we mogen er wel gewoon doorheen. Cool. Ik dacht even dat we vast zouden zitten. En nu? Nu kunnen we meerdere kanten op. Ik weet niet welke kant ik op moet. Deze kant? Ja, dat uppie ga ik nooit pakken. Nee, dat uppie, dat gaan we niet doen. Oké, zachtjes blazen. Zachtjes. Rustig, rustig. Ja, ja. Dan gaan we denk ik hier langs. Top. Gaan we hier langs. En dan gaan we zo via de bovenkant. Ik heb het gevoel dat we nu echt heel dichtbij zijn. En blaas. En blaas. Oh! We zijn ontploft. Maar het maakt niet uit. Want we hebben hier de ster. Oh, dit was super close. Ik blaasde. Of is het blies? Anyway, dat deed ik net iets te hard. Maar we hebben de ster. Jongens, doe een blauw duimpje omhoog als je deze serie vet vindt. Abonneer op dit kanaal. Wil je mijn livestream gamen? Volg me op twitch.tv/Rickertune. Dan zie ik je gewoon daar of bij de volgende aflevering. Mazzel!